Hoi allen, ik ben Tim en in deze video hebben we weer een paar nieuwe, interessante Wie is de Mol hints. We bespreken onder andere gemiste hints en molacties, La Vetsie van mollenstreken die de mol vorig jaar en dit jaar stiekem hint op de achtergrond, en het podcastschema verklapt de finalisten. We beginnen deze video zoals gewoonlijk met een paar korte gemiste hints en molacties uit aflevering 6. Allereerst vallen de kaartjes met de struisvogels op dat ze bij beide groepen anders hangen. Bij het groepje van Nabil, Jurre en Ranomi hingen ze in een M-vorm. En bij het groepje van Daniel, Anke en Soy hingen ze in een W-vorm. Erg verdacht, want die M-vorm kun je natuurlijk leiden naar het groepje van de mol. Echter is hier ook nog een andere theorie voor. Je kan namelijk die W zien als een M, omdat struisvogels natuurlijk op de kop gaan. In het zand, onder de grond. En dan kom je toch wel weer uit bij het andere groepje. Dan Daniel, die bijna natuurlijk expres het ei met het geld weg probeert te mollen door er in een shot op te staan, kunnen we er dus uit concluderen dat dit zijn bedoeling was. Echter was natuurlijk slimme Anke en die heeft de molactie doen vervliegen. En dat is natuurlijk ook meteen een hele goede kandidatenactie van Anke. Ook nog een klein hintje naar Daniel die gevonden is door Mollevie op Instagram. Het struisvogelalgoritme is namelijk een hackterm, oftewel de Ostrich algoritme. En toevallig of niet ging het in deze aflevering natuurlijk om struisvogels. En dit is heel erg verdacht naar Daniel, die alles natuurlijk te maken heeft met IT, hacken en de computerwereld. Abonneer snel om op de hoogte te blijven van alle wekelijkse Wie is de Mol hints en theorieën video's. Dan halen we Follow the Money er even bij. Dit schema is gemaakt door wiedemol.nl. En hierin valt op dat Jurre in deze hele aflevering 0 euro heeft opgebracht. Daniel heeft echter goed zijn best gedaan. En 667 euro verdiend. Maar ja, dit heeft hij natuurlijk verdiend doordat die ene molactie is mislukt. En Anke heeft 167 euro verdiend. Dan nog iets opvallends. Gaat over het podcastschema wat ik eerder dit seizoen had gemaakt. Als we namelijk de volgorde van dit schema herhalen, dan hebben we in aflevering 7 dat Anke afvalt. Aflevering 8 dat Soy afvalt. En dan heb je Ranomi, Daniel en Jurre over als eventuele finalisten. Dan zou je ook kunnen zeggen dat Ranomi verliezend finalist is, omdat zij dan in aflevering 8 afvalt. Daniel winnaar en Jurre mol. Maar natuurlijk is niet eens wat het lijkt en Wie is de Mol. Dus trek hier vooral je eigen conclusies uit. Op Instagram vertel ik je de dagelijkse hints en theorieën uit de afleveringen. Neem hier vooral ook een kijkje. Dan nu een theorie die te linken is met vorig seizoen en het programma Mollenstreken van La Vetsie. Alle credits gaan naar Danielle Weenik op Instagram, want zij heeft dit met topspeurwerk heeft zij dit gevonden. En het is heel schrikbarend. De meeste molloten, waaronder ik, denken altijd dat in programma's als Moltalk en Mollenstreken geen goede hints of sowieso geen hints naar de mol zitten. Maar dat ze ons alleen maar in de val lokken. Danielle stuurde op Instagram naar mij 4 screenshots van de Mollenstreken afleveringen. En hierin valt op dat La Vetsie elke aflevering weer een mollenstreek die hij bij Soy hangt, op de kop zet. Voor de rest nog niet heel erg sterk natuurlijk, want dat kan ook gewoon toevallig zijn. Maar toen stuurde Danielle mij iets heel erg opvallends van vorig jaar Mollenstreken. In Mollenstreken aflevering 4 of aflevering 3, één van die twee, van vorig seizoen met Everon als mol, is er een shot te zien dat de kijkers moeten raden welke 3 dingen er veranderd zijn in de Mollenstreken studio. Als we goed kijken in dit shot en inzoomen op de foto's van de kandidaten van vorig seizoen, dan zien we dat Everon letterlijk gemarkeerd is met een zwarte stift. En dit is natuurlijk best wel mindblowing. Want Everon was natuurlijk de mol uiteindelijk vorig seizoen. En als we de rest van die aflevering bekijken, zien we niet dat Everon gemarkeerd wordt, gemarkeerd is. Het is puur dat ene shot dat Everon gemarkeerd is met een zwarte stift. Dan kunnen we hierdoor dus eigenlijk ook Soy niet afstrepen, want er zal vast geen toeval zijn dat La Vetsie dit jaar alle mollenstreken op Soy ondersteboven houdt. Of is het toch weer een gevalletje van niets is wat het lijkt, want er kunnen ook nog meerdere dingen wijzen naar andere kandidaten wat in mollenstreken te zien is. Ik dacht, ik moet het even delen, ondanks dat het mollenstreken is, maar het is wel iets heel sterks om in de gaten te houden. Maar natuurlijk, Wie is de Mol? Om dit weer te ontkrachten ben ik namelijk een paar weken terug naar het Afrotros gebouw geweest voor een geheime meeting waar ik pas aankomend jaar mee kom. Nou ja, eind van dit jaar mee kom. Maar dat natuurlijk terzijde. Ik liep toen langs de Mollenstreken redactie en die zat best wel erg los van de Wie is de Mol redactie zelf.
Het kan dus zo zijn dat de redactie van Mollenstreek zelf geen idee heeft van wie de mol is. Maar ja, dan is natuurlijk de vraag, waarvoor is die markering dan? Ik weet wel dat de regisseur van Wie is de Mol bij het Avrotrosgebouw veel rondloopt. Gaan we dit ooit weten? Geen idee. Het is natuurlijk in ieder geval belangrijk om te onthouden. En je moet je eigen conclusie eruit trekken. Maar die met Evron van vorig jaar is heel erg sterk. Dan switchen we nog even naar een gekke reactie van Jurre in mijn DM. Ik gaf namelijk een voorspelling van wie de finalisten waren en wie de mol, winnaar en verliezer, etc. En Jurre antwoordde hierop een OMG-emoji en een tandenbijter-emoji. Het zou tof zijn als het klopt en dat hij hier eigenlijk een soort van bevestiging geeft. Verder denkt Henk nog dat Daniel de mol wel moet zijn door de video van Mollejagers gezien te hebben. Andrea zegt dat in het interview van Elle, van het weekblad Elle, iets opvalt aan Jurre. Waarom zou Jurre willen dat de kandidaten hem verdenken? Als mol wil je toch het tegenovergestelde? Goed punt en een goede reden waarom hij misschien toch niet de mol is. En Miranda zegt dat Anke een goede kandidatenactie heeft geleverd door het ei die Daniel uit zicht leek te houden alsnog op te pakken. Dan nog even om deze video af te sluiten. Op wie zet ik mijn punten en wie is mijn mol? Vorige week was dit een lastige keuze voor mij. Maar mijn punten staan natuurlijk nu al 6 afleveringen op Daniel. In aflevering 1 deed ik 50-50 met Ranomi. En voor de rest heb ik alle testvragen op Daniel ingevuld. Mijn mol is en blijft Daniel. En Jurre valt na deze aflevering op de tweede plek. Wie streep ik volledig af? Dat is op dit moment Anke. En die valt voor mij nu buiten het molzicht. Aangezien zij veel te veel kandidatenacties heeft gedaan het afgelopen seizoen. En het lijkt me dus echt totaal geen mol. En toch nog even iets om te zeggen. Daniel kan natuurlijk wel het meeste hebben verdiend. Maar in Merelseizoen had Merel ook het meeste verdiend. En alsnog was zij de mol. Dus het maakt niet uit of je als mol het meest verdient. Zoals je ziet, molacties kunnen ook mislukken. Als dit echt een officiële molactie is van Daniel door het ei weg te schoppen, dan is dat gewoon een mislukte molactie. Maar dan is dat wel een goede poging geweest tot een goede molactie. En daardoor wordt het alsnog wel geld verdiend waardoor die mislukt is. Nou, in ieder geval bedankt weer voor het kijken. Abonneer snel mocht je dit natuurlijk nog niet gedaan hebben. En laat in de reacties weten wat je van deze theorieën vindt. En dan zie ik jullie natuurlijk de volgende keer weer. Laters.